jij? Ja, Wout, hier naar beneden. Naar haar. Ja. Wout, recht naar beneden. Blijf staan, lieverd. Wat is er nou zo leuk hier? Ik zou het niet weten. Dat weet je niet. Je moet. Als het mooi weer is, is het hier echt geweldig voor kinderen. Maar als het regent... Heel gauw naar huis. Weg. Weg. Nou, dat is het ergste, hè, een camping. Met je gulden naar het douchehok, dat is ellende. Beetje vechten voor een plekje om je tanden te poetsen. Nee hoor. Nee, je, de voetschimmel kruipt in je kniehol omhoog. Dat gaat allemaal best mee, hoor. Als je nou tv kijkt, hè? Ja. Waar kijk je dan naar? Melrose Place. Ja? Geen bellen. En verder? Peter R. de Vries. Nou, hou op, zeg! Ja, vind ik leuk. De man zonder bovenlip. Ja. Echt? Ga je wel eens naar het theater? Nee. Klassieke muziek? Nee. 5 bekende Nederlandse kunstschilders. Hou maar op. 5 kunstschilders. Ja, er is 5. Ja, ik stel hier de vragen. Ja, maar jij vraagt het. Kan ik wel een naam doen? Ja, dat is die ene die zijn order heeft afgesneden. Nou, je weet zijn naam wel. Nicky Lauda. Precies, die. Nicky Lauda. Hebben we je wakker gemaakt? Binnen de nacht maken ze me altijd wakker. Iedereen. Iedereen? Iedereen. Midden in de nacht, het is bijna 12 uur. Ja, hoe vind je dat? Tot hoe laat slaap je dan? 2 uur. 2 uur? 2 uur, ja. Maar wat doe je de avond ervoor dan dat je dat zo laat slaapt? Nou, dan ga ik met de kambas de kroeg in. Ja, ja. Ga ik een biertje drinken tot 's morgens 6 uur. Ja, en dan weet je niet echt meer wie je bent als je eruit komt. Jawel, nog steeds. Nog steeds? Na 50, 60 glazen bier, nog steeds. En hoe zit het een beetje met de kunst? De kunst? Ja, joh. Kunst. Ik zeg nou toch geen... Ik zeg nou toch geen vies woord? Nee. Ik ga nu weer iets stoms vragen. Ga je wel eens naar het theater? Nooit. Nee. Hou ik niet van. 5 bekende Nederlandse kunstschilders. Nou ja, Van Gogh, Picasso. Oh, dat is een Italiaan, hè? Wout, we gaan het doen. Wout, dat is een tent. Dat is een tent. Wout! Godver. Jezus. Waar kijk jij een beetje naar op tv? Seksfilms. Zij ja. Ik zit al zo. Wat vind jij nou kunst? Voetbal is kunst, ja. Wat vind je kunst? Hai! Daar heb je hem weer. Hey, jou oh, hey, hey. Ah, wat? Hallo, ik ben Ben Kreukel en ik heb al die platen. En wie is er nou verkleed als testbeeld? Ik. Moet je kijken. Of niet? Zo. Mag ik hem beter of niet? Ja. Maar vertel het eens, Bart, wat wil je weten? Hoe het met je gaat? We maken het alles perfect. Hoe heet je? Zeg maar Ben. Ben? Ja. Ben, jij kijkt echt veel tv, hè? Ik heb vierkante ogen. Ja? Waar kijk je nou vooral naar? Actualiteit en reality. Niet echt soaps of programma's, nee. Maar reality, dat is 112 weekend. Bijvoorbeeld. Ambulance. Opsporing verzorgd. Bel de brandweer. Is die er ook al? Ruterweide en zo. Juist. Ja, dat vind ik leuk. Dierenziekenhuis. Ja. De bevalling. Ja, ingang Oost. Ja? Ja, dat vind ik leuk. Ja, dat vind ik leuk. Zo, Ben. Ik kijk 's ochtends ook in de spiegel, dan zie ik, hè. Maar jij hebt ook niks te klagen natuurlijk. Nee, ik zie Marlon Brando. Of niet? Heb je zeker thuis een lachspiegel? Ja, dat klopt. Ja, ik ben misschien ook niet zo breed als Arnold Schwarzenegger, maar ik lik als lesje. Of niet? Wat een drama, zeg. Aad, je gelooft toch zelf zeker niet dat mijn doelgroep, onze kijkers, naar kunst gaat kijken? Ik heb echt een probleem.
Ik moet voor deze cultuurbarbaren iets gaan verzinnen wat met kunst te maken heeft.